Nou, bij ons in het dorp noemen ze het je poesje. Een vrouw daar vertelde dat haar moeder vroeger zei: geen onderbroek onder je pyjamaatje. Schat, jouw poesje moet lekker ademen. Toen vroeg de vrouw van de workshop hoeveel vrouwen eigenlijk al een orgasme hadden gehad. Nou, twee die staken heel twijfelend voorzichtig hun vinger op. Ik niet. Nou, in mijn familie noemden ze het gewoon trut. Ja, mijn broer zegt muts. Ja, ik had wel orgasmes gehad hoor, maar dat waren eigenlijk orgasmes per ongeluk geweest. Ik had ze dus wel gehad, maar ik wist niet hoe. Dat was mijn grote probleem. Nou, je zou kunnen zeggen een krater of een voeg. Egel. Maar ging hij mijn vagina scheren? Alsof het de therapie bonusprijs was. Hij sneed me een paar keer. Er liep wat bloed in de badkuip. Hij zag het niet. Het was gewoon een blije geit. En hij bleef maar doorscheren. Ah, er zijn echt vreselijke woorden. Pretmolen gaat nog wel. Veehals oké, maar broodje rotspie. Gadver. Nou, dan is poentje beter. Ja. En ik raakte opgewonden. Zo opgewonden. Nou ja, het werd helemaal vochtig naar beneden. Ik kon er gewoon niks aan doen. Ja. En heel ouderwets, voor bips. Ja, hey, en we zitten hier natuurlijk wel in Amsterdam, hè? En hier zeggen ze natuurlijk, flamoes. En in Den Haag zeggen ze, prum. Wat moeten we met die vagina? Oh.